Wij zijn hier bij hockeyvereniging De Graspiepers in Drachten. Wij zijn een vereniging met tussen de 400 en 450 leden. De grootste uitdaging is dat je probeert de club continuïteit te bieden. Als wij nu kijken naar de accommodatie aan zich, het clubhuis is wel vrij jong, is 10 jaar oud. Je hebt wel te maken met een tijd waarin verduurzaming een belangrijke rol speelt. Dus de samenleving verandert op dat punt heel hard. We weten allemaal dat daar wat moet gebeuren. En we zijn gewoon als vereniging niet anders dan de wereld om ons heen. Daar moeten wij in mee. Wij hebben intern een commissie opgericht. Commissie Verduurzaming Clubhuis De Graspiepers. Het clubhuis is van Stichting Cohodra. Een stichting gelieerd aan De Graspiepers. De velden zijn van de gemeente. Behalve de verlichting. De verlichting is weer van de Stichting Cohodra. Zo is de eigendomstructuur. 3 jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen om na te denken hoe je kostenbesparing kan doorvoeren door verduurzaming. We hebben daarbij de hulp ingeroepen via een fonds van de NOC-NSF dat ze beschikking heeft gesteld voor ons. Waarbij we met externe partijen onderzoeken welke zaken nog meer aangepakt kunnen worden om het energieverbruik zo ver mogelijk naar nul terug te dringen. En dat heeft samen met het bestuur eigenlijk is uitgemond in een rapport wat door een ingenieursbureau gemaakt is. Dan zie je dus ook wat voor kosten, wat voor investeringen het met zich meebrengt. Ja, dan ga je met elkaar om tafel en hoe kunnen wij dat bereiken? Hoe kunnen wij de middelen bij elkaar krijgen zonder dat wij de jaarrekening van de vereniging daarmee belasten? Nou, het proces gaat eigenlijk als volgt. Het ministerie van VWS heeft dan de subsidie beschikbaar gesteld. En NOC-NSF treedt op als projectleider. Zij hebben een aantal, een stuk of 7 partijen geselecteerd. Objectieve experts op het gebied van het verduurzamen van je accommodatie. Die met elkaar een landelijke dekking hebben. Dus als vereniging kun je aanmelden bij een van die partijen die allemaal op dezelfde wijze de vereniging begeleiden in zo'n verduurzamingstraject. En je kunt zelf kiezen bij welke partijen je dat doet. Dat is een traject van ongeveer 1,5 jaar met een harde doelstelling. We willen bij elke vereniging 40% stroom en 10% gas proberen te besparen. Het begint met een nulmeting, dat is een energiescan. Onze bouwkundige gaat langs bij de vereniging en brengt in kaart hoe de accommodatie er bouwkundig en technisch voor staat. En het interessante is, het is vaak heel anders wat wij constateren dan de club zelf denkt. De club denkt bijvoorbeeld, ik ga korrels in de muur spuiten, terwijl onze aanbeveling is, ga de vloer isoleren of vervang je ketel. En dat geeft dus een hele mooie dynamiek tussen de enthousiaste vrijwilliger, een enthousiast bestuur en de professional die je begeleidt. En dan samen kom je ergens. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we het laaghangende fruit, zoals wij dat noemen, dus alle investeringen dus zoals klokken op verlichting, op koelingsinstallaties, dat pak je natuurlijk als eerste, want dat ligt vrij voor de hand, dat kan je ook financieel vrij snel realiseren. Op de middellange en lange termijn heb je het vaak over serieuze investeringen. Denk aan nieuwe ketels, nieuwe koelinstallaties, veldverlichting in de LED zetten, zonnepanelen op je dak. Dat zijn allemaal serieuze investeringen. En daarvan nemen we dan tijd om dat door te rekenen, om de financiering bij elkaar te krijgen. De subsidies binnen te harken, landelijk, provinciaal, gemeentelijk. En zo proberen we volledig die vereniging te ontzorgen met als doel dat ze doorpakken. Onderdeel van het rapport is op welk terrein je de meeste besparingen als vereniging kan bereiken. En de grootste besparing voor een sportvereniging is als je conventionele verlichting hebt, dat je overgaat op LED. 46% zou je daarop kunnen besparen bij ons. En vervolgens gaan we naar stap 2 om het clubhuis te verduurzamen. Stap 3 is, als je weet hoeveel stroom je na die verduurzaming in het clubhuis hebt, hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, die zetten we dan op het dak. En dan afsluitend op langere termijn een luchtwarmtepomp. Maar ja, dat heeft zoveel consequenties, dus daar wachten we nog ruime tijd mee. Je kunt nu gratis begeleid worden, dat kan normaal niet. Dus maak gebruik van die expertise die er is en voorkom dat je het wiel helemaal opnieuw gaat uitvinden. Eén ding weet je zeker, als ik nu niks ga doen, dan heb ik het over 10 jaar ook uitgegeven en is het allemaal naar het energiebedrijf gegaan. Op je energierekening krijg je geen subsidie. En op allerlei energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, LED-verlichting, energiezuinige warmtesystemen, krijg je dik subsidie vanuit het Rijk, dat is de BOZA-regeling. En die moet je op dit moment benutten. Nu is die er, grijp je kans. De tips die ik zou willen geven, haal toch vooral je know-how van buiten de vereniging. NOC-NSF heeft partijen in de arm genomen die dat voor haar uitvoeren. Vergelijk je vereniging niet met thuis. Om de simpele reden, thuis ben je veel vaker aanwezig. Een sportaccommodatie heeft veel minder gebruiksmomenten, waardoor je hele andersoortige terugverdienmodellen krijgt dan dat je thuis zou uitrekenen. Alle neuzen in dezelfde richting opkrijgt. Dat is de basis. En dan wordt het ondersteund en dan gaat het goed het proces. Maar als je dat niet doet, heb je een probleem. Maak 1 persoon verantwoordelijk en rapporteer erover naar je leden. Het is al lang aangetoond dat dat onbewust tot gedragsverandering leidt en dat is de bijvangst. Thank you.
Ja, waar wij als vereniging enorm trots op zijn, dat is dat wij de leden en oud-leden met elkaar weten te mobiliseren om dat grote daden uit te voeren, grote projecten uit te voeren. Op de club, trots op de mensen die allemaal zeggen van ik zet de schouders eronder, ik doe mee, die aan het werk gaan en taken verrichten. Ik ben vooral trots op al die vrijwilligers die avond aan avond zich hier in deze ingewikkelde materie willen verdiepen en hun club vooruit willen helpen. En als je daar dan als professional of als deskundige een bijdrage aan moet leveren, dan word ik daar heel blij van. Dit hele proces is een proces van lange adem. En 2050 is dichterbij dan je denkt. Dan is het Klimaatakkoord van Parijs energie-neutraal voor alle sportverenigingen in Nederland. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Wil je ook op jouw sportvereniging gaan verduurzamen? Hier kun je hulp bij krijgen. NOC-NSF biedt gesubsidieerd begeleidingstrajecten aan. Kijk op de website voor meer informatie.